De vliegtuigspotters moesten er een extra nachtje op wachten. Maar beter laat dan nooit landde KLM's eerste Boeing 787-10 Dreamliner vanochtend op Schiphol. Speciaal beschilderd voor het 100-jarig bestaan van de maatschappij. Hij werd eigenlijk gisteren verwacht. Precies 100 dagen voor de 100ste verjaardag. Maar niet al het papierwerk bleek in orde. En KLM moest het op het feestje zonder nieuwe Dreamliner doen. Nou, wat ik precies voelde leent zich niet voor de camera, maar ik was niet blij. Een dag later heeft iedereen de ellende wel achter zich gelaten. En voor de spotters geldt dat helemaal. Ja, ik denk dat iedereen het toch nog het idee had van wauw, we hebben nog een herkansing. Dus laten we daar allemaal gebruik van maken. Ja, ik heb gisteren een sms zeg. Maat, komt de Dreamliner 100 komt morgen. Dus ik pik je morgen even op. Hoe vind je hem? Prachtig. Prachtig, ja. Bescheiden 100 erop geschilderd? Ja, ik had wat meer verwacht. Maar goed, aan de andere kant de Nederlandse zuinigheid. Dus wat dat betreft, het verrast me niet. De nieuwe 787-10 blijft zelfs even op de taxibaan staan, zodat alle vliegtuigspotters hem uitgebreid kunnen fotograferen. Hij zat even stil, ja, dat klopt. Een fotograaf uit het busje. Kunnen we even goed op de foto, even goed op de foto zetten? Ja, mooi. Hij staat er letterlijk en figuurlijk glanzend bij. Ja, dus ik kan niet wachten dat ik ermee op pad kan. Want u gaat hem besturen? Ik ga hem besturen als piloot bij de KLM en ik vlieg hem in de nacht van maandag op dinsdag van Dubai terug naar Amsterdam. Het logo? Ja, geweldig. Ja. More is less, zeggen ze altijd. Toch met zijn eerste bezoek, met zijn eerste landing hier op Schiphol. Het is toch mooi dat je erbij geweest kan zijn. Dit is perfect. Groot 100, dat zegt precies wat het moet zeggen. Komende week wordt de 787-10 op zijn eerste lijnvlucht ingezet. Naar onder andere Dubai en Dar es Salaam.